Bij aanvang van de openbare vergadering van DNA verduidelijkte voorzitter Jenny Simons dat de ontwerpwet van het nieuwe burgerlijk wetboek niet bij het parlement ligt. Volgens haar gaat de samenleving ervan uit dat dit wetsontwerp al jaren bij hun ligt. Op de agenda van de eerste openbare vergadering, na een maand reces, staat de behandeling van de ontwerpwet overname en overdracht ten uitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen. Volgens de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Keshu Prasad Gangaram Pandey, maakt dit wetgevingsproduct het voor Suriname mogelijk bilaterale overeenkomsten aan te gaan. Als het gaat om de overname en overdracht van strafvonnissen. Gangaram Pandey zegt dat de commissie met nagenoeg alle actoren van het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie heeft gesproken. In het kader van de bestrijding van de criminaliteit, met name de grensoverschrijdende criminaliteit, drugsmokkel, illegale handel in wapen en munitie, mensensmokkel en et cetera, is internationale samenwerking op strafrechtelijk gebied van eminent belang. De uitlevering en de zogeheten kleine rechtshulp zijn instrumenten waarmee bediend kunnen worden om uitvoering te geven aan de samenleving. Met betrekking tot de uitlevering en kleine rechtshulp zijn op nationaal niveau wettelijke regelingen van kracht. In het decreet uitlevering SB 1983 nummer 52 zijn de voorwaarden en andere regelingen opgenomen waaronder uitlevering dient te geschieden. Gangaram Pandey zegt verder dat de keuze om een afzonderlijke regeling toe te passen in plaats van het opnemen van deze wet in het wetboek van strafvordering te maken heeft met de omvang van dit wetsproduct. De commissievoorzitter geeft aan dat de wet in 5 hoofdstukken is ingedeeld. In hoofdstuk 1 zijn de voorwaarden opgenomen met betrekking tot overname van buitenlandse rechtelijke beslissingen. Hoofdstuk 2 regelt de voorlopige maatregelen. Het betreft de aanhouding in verzekeringstelling, bewaring en in beslagneming. Deze voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen indien de verwachting bestaat dat een in een buitenland opgelegde sanctie in Suriname zal worden ten uitvoer gelegd. Hoofdstuk 3 bevat regels met betrekking tot de procedure van ten uitvoerlegging van rechtelijke beslissingen die in het buitenland zijn gewezen. De omzetting van een in een buitenland gewezen beslissing in een Surinaamse beslissing en die verder als een Surinaamse beslissing wordt ten uitvoer gelegd. Hoofdstuk 4 bevat procedurevoorschriften met het oog op de ten uitvoerlegging in het buitenland van in Suriname gewezen strafrechtelijke beslissingen. En hoofdstuk 5 bevat enkele slotbepalingen. Gangaram Pandey wijst er verder op dat het verschil tussen de procesgang bij uitlevering en die in deze wet ligt in de rolverdeling van de rechterlijke macht en de regering. Bij uitlevering ligt de uiteindelijke beslissing namelijk bij de minister van Justitie en Politie. De behandeling van dit wetsontwerp wordt morgen voortgezet.